Eind juni dan stoppen wij met de andere velden die nu in productie zijn. En dan zal de schade eruit komen in het herstel tot de winter. Dus juli, augustus, september, dan zien wij aan het gewas waar de schade daadwerkelijk is geweest afgelopen winter. Dus eigenlijk de hele winter hebben de asperges in het water gestaan op veel plekken. Ja, net als wij. Ja. Ja. En wat denkt u? Dat er volgend jaar toch wel percelen gedeeltelijk of geheel weg zullen blijven. Dus minder productie de eerste jaren. Maar dat is met name de zorg van de water van afgelopen winter. Ook bij de plantenkwekers was het een probleem. En ook, ja, ze hebben te lang in koelcellen gezeten. Ze konden niet eerder zetten. En dan, ja, niks slechter als zetten onder natte omstandigheden. Het is nu al jaar nat, hè. Een heel jaar. En dan, ja, dan asperge is er niet geschikt voor. We hebben van de winter een perceel bij kunnen huren. En dan ben ik planten op gaan graven van tevoren. We hebben het gewoon niet gedaan, hoor. Zaten gewoon rotte planten in de grond. Het is hier leeg, nu al. Klopt. Hoe is het gegaan dit seizoen? Het seizoen is goed gestart. En nu zijn we al klaar met sorteren. Normaal zijn we bijna heel de dag bezig. Maar we zijn al gestopt voor vandaag. Het is nu lunchtijd. Maar we hebben niks meer te sorteren vandaag. Morgen nog een beetje. En wij stoppen eind van de week al. 15 juni? Ja. En het is pas Sint-Jan op 24 juni? Klopt, het is ongekend vroeg. Normaal stoppen wij dus rond de 24e. Ooit gaan we zelfs een paar dagen langer door. En mijn man kwam vorige week binnen. Die zei, we moeten stoppen, want anders gaan de velden... steken we ze te lang door en heb je volgend jaar geen productie. Of weinig productie. En waar zit hem daarin? Een aspergeplant die kan gewoon een aantal stengels per seizoen geven. En het lijkt erop alsof nou met die laatste regen die er continu geweest is, dat het toch een beetje funest is geweest voor de planten. Hoe lang bestaat dit bedrijf al? Wij zitten hier al ruim 30 jaar en mijn schoonouders we zijn al in 1965 begonnen. En is dit ooit eerder voorgekomen? 15 juni stoppen? Nou, ik denk in die 60 jaar nog niet. Nee, nog nooit. Dat we zo vroeg hebben moeten stoppen. Het zijn toch veranderende tijden, of lijkt dat maar zo? Ja, het lijkt erop. Vanaf 86 hebben we asperges. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Want we stonden in dit wel een hoge perceel. Maar we werken ook met machines. En je ziet af en toe ook nog sporen in het veld dat toen de tijd het nat was. Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat er sporen hier op het land stonden. Nee. Wat denkt u dan als u dat ziet? Ja, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, maar... En zo nat en zoveel regen. En personeel zeiden vanmorgen nog, ik werk nog met wat Poolse medewerkers. Op een gegeven moment hoorde ze zeggen, catastrofe. Ik zeg, catastrofe? Dat is ook catastrofe. En ze bedoelen het weer. Dit jaar een catastrofe is. Zoveel regen. Komende jaren zul je dat ook nog merken. Dat de percelen gewoon in productie voor de komende jaren flink achteruit zijn gegaan. Ja, het is over na zaterdag al. Ja. 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 Het een beetje vroeger dit jaar dan de andere jaren. Hè? Ja, maar het was nat het voorjaar, denk ik. Ja. Zou dat kunnen? Ja, nogal. Nou, wat vindt u daarvan dat het eerder is? Nou ja, goed, daar kun je niks aan doen, hè. Ik bedoel, het is wat het is. Ja, ja. Toch? Ja. Nou, hoop op volgend jaar dan maar weer, hè. Zo is het. Lang, hè? Ik vind van wel. Ja, we zijn zo lekker. Okay, smakelijk, hè? Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag.